Hey, it's me, Alexia. Welkom bij weer een nieuwe dag uit mijn tussenjaar. Nou, vandaag dan de grote dag. Prinsjesdag. Tering voor Rob natuurlijk. Vader lag nog aan het tukken. Dit is mijn ontbijt. Voor mijn zussen. Lekker havermoutje. Dit eet mijn moeder. En dit eet mijn vader. Nou, dan is er een douche. Mijn vader had weer ziek in de badkamer bezet. Ik heb met havermelk genomen, per usual. Mijn vader wilde met gum, maar het was niet super gezond. Toen uitje naar Noordeinde. Nee, dat is mijn vader, echt niet te doen. Ja, toen moesten ze dus die koetsen in. Mijn ouders en zus die zaten in de Glaco, ik in de Berliner. En dat is ook de kutste koets die er is. Ja, hele kast van Harry Potter was natuurlijk ook weer. Draco Malfoy, Voldemort, Hagrid. Mijn vader moest weer zijn toespraak doen, dat ken ik wel, maar wel een tegen of zo. Sinds wel een code hoor, mijn vader. Ik kon wel even vapen gelukkig. Nieuw smaakje ontdekt trouwens, Orange Breeze. Super chill. Nou, daarna was de balkonscène, een beetje wuiven. Letterlijk heel Nederland stond er. Toen mochten we eindelijk weer weg. Was oprecht helemaal kapot. Uitstappen. Bleek dat mijn vader we hadden vergeten. Zijn we terug. Eindelijk thuis, wacht op sushi, thuisbezorgd kon weer de opgave niet vinden, gierenbatig. Hier, hallo, sushi mannetje. Hallo. Holy fuck, hé. Lachen naar gewone mensen heeft echt het vocht uit mijn bakken getrokken. Dus even een hydraterend maskertje en lekker de avondshow kijken. Oprecht leuke grap over mijn familie. Moeilijk accuraat. Oké, dat was hem weer. Ciao.